Goedemorgen iedereen. Ja, ik heb nog altijd mijn koffietje. En wat ga ik doen? Wel, dus Carolina heeft mij gevraagd om um, het boek, Het Huis van de Moskee, om dat te bespreken. Want zij wil dat gebruiken voor haar uh, boekbespreking op school. Dus um, ja, ik ga misschien proberen om een beetje dit groter te maken. Um, ziezo, en dus ik heb een kleine bespreking gemaakt. Ik ga ook de link posten uh, onder de video, dus dan kan je die altijd, um, als je wil, ziezo. als je wil, kan je dus altijd deze uh, informatie gebruiken voor de school. Oké, okay, dus de naam van het boek is Huis van de Moskee en de schrijver is Kader Abdullah. Oké, okay, dus de eerste vraag. Waar gaat het over? Waar spreekt het boek over? Wel, het boek gaat over de familie van de tapijthandelaar Agadjan in Iran. In de tijd dat de Shah aan de macht was. Maar de Ayatollah Khomeini meer en meer macht krijgt. Oké, okay, ik hoop dat je dat begrijpt. Um, wat is het genre van dit boek? Wel, het is een psychologische roman over de islamitische samenleving van Iran in de jaren 80. En er zijn veel autobiografische elementen in de roman. Dus er zijn veel elementen van het leven van Kader Abdullah die je terugvindt in um, dit boek. Goed. Even scrollen. Wat is de structuur van de roman? Wel, er zijn veertig hoofdstukken die allemaal een korte naam hebben. Dus de naam van een dier, de naam van een personage, de naam van een stad of de naam van een voorwerp. In de roman staan ook mooie gedichten uit de oud-persische literatuur. Ja, en ik had dus even de fout gemaakt om te zeggen dat dit dat er Arabische tekst was, maar dat is dus niet zo. Er staan dus gedichten in dit boek, maar dat is um, persisch en dus absoluut geen Arabisch. Dank je wel voor de persoon die dat gesignaleerd heeft. Um, wat is het vertelperspectief? Dus vanuit welk perspectief um, lezen we de roman? Wel, dat is een alwetende verteller. Dus een verteller die alles weet, die het verhaal vertelt. En dus natuurlijk, hij weet alles, hij kent alle personages goed. En dus dit is het vertelperspectief. Oké? Okay? Wat betekent de titel Huis van de Moskee? Wel, het Huis van de Moskee staat centraal in de roman. En aan de hand van dit huis en de personages die eraan verbonden zijn, wordt de geschiedenis van Iran beschreven. Dus we leren heel veel over Iran via dat huis, dus het Huis van de Moskee. Dat een beetje uh, de samenleving van Iran um, voorstelt. Oké? Okay? Wanneer speelt de roman zich af? Dus in welke tijd? Wel, dus de personen die met mij gelezen hebben, in het begin van de roman wordt er gesproken over de maanlanding van Neil Armstrong. En dus die maanlanding, die in 1969 plaatsvond. Daarna zijn de gebeurtenissen chronologisch tot de dood van de Ayatollah Khomeini in 1989. Dus um, dit boek gaat ongeveer over twintig jaar. Prima. Oké. Okay. Beetje lager. Uh, waar speelt het verhaal zich af? Wel, het verhaal begint en speelt zich dus af in het dorpje Senajan. Er zijn ook momenten in het westerse Teheran en het islamitische Kom. Dus Kom is een beetje, uh, um, is eigenlijk een beetje um, het symbool van de Um, van de islam en Teheran is meer het symbool van het Westen, dat dus eigenlijk uh, vertegenwoordigd wordt door de Shah en het islamitische Kom door uh, de Ayatollah. Wat zegt de schrijver over deze roman? Dus de schrijver Kader Abdullah heeft zelf iets gezegd over deze roman en wat zegt hij? Hij zegt dat hij dit boek voor Europa geschreven heeft. Omdat hij de milde islam wil laten zien. Dus mild, dat wil zeggen zacht, dat wil zeggen getemperd, hè, niet extreem. En dus hij wil de milde islam laten zien, niet die van het radicalisme. De westerse wereld krijgt de laatste jaren. Het agressieve gezicht van de islam te zien. Maar, zegt de schrijver, dat is te beperkt. Hij wil de zachte islam tonen waar religie en maatschappelijk leven met elkaar verbonden zijn. Hij gebruikt daarvoor de metafoor van een groot huis waarin enkele families wonen, die de economische leider en de religieuze leider voortbrengen. Oké? Okay? Dus en de imam en uh, de leider van de bazaar. Dat is de economische leider. Oké? Okay? Dus dat is Agajan. En de imam, dat was eerst Al-Saberi. Goed. Um, wat is het thema van deze roman? Wel, het thema is de betekenis van de islam in Iran. En dus die islam die evolueert, evolueert sorry, van een modernisering onder invloed van de Amerikaans de Amerikaanse gezinde shah van Perzië en zijn vrouw Faradiba naar een samenleving die streng. Gereguleerd is onder de invloed van de Ayatollah Khomeini. Dus hier moet ik eigenlijk niet de schrijven, onder invloed van. Oké? Okay? Dus evolueert van naar. Oké? Okay? Oké, okay, en dan hebben we ook nog enkele motieven. En wat zijn de belangrijke motieven in de roman? Wel, ik heb ze hier geschreven. Dat zijn dus sprookjes. Bijvoorbeeld het verhaal van de Mieren, de dorpsimam, de rituelen van de Koran, seksualiteit, liefde en verliefdheid, moord en doodslag, de reis naar Mekka, oorlog. Misschien zijn er nog enkele anderen, maar dit zijn voor mij de belangrijkste. Wie zijn de belangrijke personages? Wel, je hebt dus. Agajan en Fahri Sadat, hè, die getrouwd zijn. Agajan is het hoofd van het huis van de moskee en het hoofd van de bazaar. Hij is getrouwd met Fahri Sadat en ze hebben drie kinderen. Okay. Um, dan hebben we Nosrat, dat is de broer van Agajan en hij is een echte levensgenieter hij geniet van het leven. Oké, okay. we hebben dan uh, Moazen, dat is dus de omroeper van de moskee, de, degene die um, oproept tot het gebed. En hij heeft een zoon uh, Shabal die dan uh, schrijver wordt. We hebben Al Saberi en zijn vrouw Zinat. Al Saberi is de imam van de moskee. Zinat is zijn vrouw. En dus ze hebben twee kinderen, uh, Sedik en Ahmad. Sedik is getrouwd met uh, Galgal. Het is dus de, um, de rebe uh, rebellerende imam, en dat zien we hier. En uh, Ahmad, uh, ja, dat gaat dus, die gaat dus de nieuwe imam van Senajan worden. En dus hier had ik geschreven, Galgal, hij is dus de rebellerende imam. En hij gaat de rechterhand van de Ayatollah Khomeini worden. Oké, okay. nog twee vragen en dan zijn we klaar. Dus iets over de schrijver en dan tenslotte zijn biografie. Dus wat weet je over de schrijver? Wel, zijn naam is een pseudoniem. Want dus zijn echte naam is Hossein Sajjani Gamagami Farahani, dat is zijn echte naam. Hij komt uit Iran. En hij is een balling. Wat is een balling? Een balling is iemand die is moeten vluchten en dus niet meer terug kan naar zijn land. Oké, okay, hij is geboren in 1954. Hij wilde graag schrijver worden. Zoals zijn bed overgrootvader. Dat is dus grootvader, overgrootvader, en nog een generatie terug. Bed over grootvader. Hij begint al jong clandestien Westerse literatuur te lezen en naar Westerse radio radiostations te luisteren. Ja, wat betekent clandestien? Dat betekent ja, dat is verboden. Je mag dat niet doen. Je doet dat dus in het geheim, dat noem je clandestien. Hij studeert natuurkunde in Teheran en wordt lid van de Ondergrondse linkse partij, hè? dus de linkse partij en ondergronds, ja, dat is dus ondergronds, dat betekent niet publiek, hè? want dat mag niet. Dus de ondergrondse linkse partij die eerst tegen de dictatuur van de Sjaavecht en daarna tegen de dictatuur van de Ayatollahs. Hij schrijft twee clandestine verhalenbundels. En dus daarna, hè, omdat hij dus dingen schrijft die uh, tegen ja, de officiële macht zijn. Hij moet dus in 1988 vluchten uit Iran. En komt in een asielzoekercentrum in Apeldoorn. En Apeldoorn is in Nederland. Dus hij moet vluchten en hij, hij komt naar. Nederland. En daarna krijgt hij een huis in Zwolle, dat is ook in Nederland, en werkt hij in een Natuurhistorisch Museum. En in een conservenfabriek. Uh, hij leest en studeert veel Nederlands en begint verhalen te schrijven. Hij krijgt voor de verhalenbundel de Adelaars een belangrijke prijs. En dus daarna is hij gelanceerd. Daarna schrijft hij meer en meer en krijgt nog veel prijzen. Zijn werk werd in verschillende talen vertaald. Oké, okay, dus hij werd echt een heel belangrijke, populaire schrijver. Nu, wat heeft hij geschreven? Wat is zijn bibliografie? Wel, dat kan je hier lezen. Dit is wat hij geschreven heeft. Ziezo. Ik hoop dat um, de Franstaligen mij begrepen hebben... Ik hoop dat het eventueel Nederlandstaligen geholpen heeft. Maar in elk geval, je vindt dit document hieronder. En als je nog vragen hebt, alsjeblieft, stel ze mij. Ik, um, ik, wel, ik, um, ik antwoord op jullie vragen. Tot heel binnenkort, misschien tot straks. Fijne zondag.